Yo mensen, ben je gewoon ik vandaag. Dan gaan we weer verder met Pokémon Heart Gold deel 14. Yo mensen, ben je gewoon ik vandaag. En het is vandaag of maandag of vrijdag. Ik gok vrijdag. En een van deze twee dagen heb ik namelijk Pokémon ingepland. Voor zoals het er nu uitziet. Gisteravond had ik een livestreampje gedaan waar ik Pokémon ging trainen. En toen liep de boel zo slecht. Maar ik heb in een paar vorige video's ook gehad dat de boel zo slecht loopt. Maar kijk, ik heb Instagram aangepast. Kijk dan, nou loopt het zo smooth, hè. En wat ik nou nog wil doen, in het begin hier is... Ram, pam, 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 pam. Even doorlopen, even een gevechtje doen hier. Dus ook eens een klein beetje getraind. Niet gigantisch veel, ook niet heel weinig. Hop, kijk, dit loopt al 10 keer smoother. En dan hebben we hier een Hoppip. Zou ik die willen hebben? Nee, die hoef ik niet. Go, zo, go. Maak hem maar lekker af. Fight Ember. Je kan het spel nou ook super snel laten lopen. Dat heb ik gisteravond ook ongeluk gedaan. Niet in de livestream, maar buiten. Nou, de livestream was afgelopen. Dan ging een beetje met kutten, met instellingen, een beetje op Google opzoeken. Toen vond ik iets wat echt goed was. En ik zat weer met het scherm te kloten, wat ik veel te vaak doe. Dus namelijk als je shift ingehoudt en je klikt op een A-knopje, dan draait het scherm op. Zo, bam, wow, wow. I don't know why je zoiets zou willen. Maar Zuko moet even level 18 zijn. En gisteravond tijdens, nou net na de stream gebeurde het eigenlijk, gebeurde iets wat ik eigenlijk in de video wil hebben. Dus ik heb eigenlijk teruggegaan en was bijna, maar zo level 18 net ofzo. I don't know. Gewoon even kijken. Doe maar even level 18 en dan gaan we de gym leader wel verslaan, hopelijk. Ik bedoel, het zou pittig bepaald zijn als de gym leader nu niet verslaan. Pam, 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 pam. Hier train je bijna niks van, dat is zo balen, hè. Kom op, zoek ook. Fight Ember. Ik hou van die muziek, ik hou echt van Pokémon muziek. Goed. Ik train gewoon en geef helemaal geen flik meer mee, hè. Wow. Goed, loop wel gewoon terug. We gaan gewoon in die gym wat mensen proberen te verslaan. Kijken of we daarmee kunnen trainen. Dat we trouwens gisteren ook gewoon kunnen doen. Maar dat maakt niet uit. Goed, nog een paar kleine stapjes moeten we... Oh, ik doe het weer. Ik moet gewoon van de shiftknop afblijven, man. Yes, yes, yes. Pam, 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 pam. Kijk, dat klinkt al veel beter. Zo, alright, dankjewel. Doei. Doei. Alright, komt ie. Come up. Ja, komt het. Net als de gym in loop. Wow! We hebben een Togepi. We hebben een Togepi. Yes, nickname. En Wout was gisteren bij. En zei, weet je wat, noem hem W15. Noem hem naar mij. En zei, oké, weet je wat, ik noem hem gewoon W15 NL. Het is een mannetje, het eerste mannetje met 10. Oké, komt ie. W15 NL, hoor. Uit, man. Nou, we hebben een team van 6 man. Of 5 vrouwen en 1 man. Goed, even kijken, hoe moest je dat doen? We moesten links hebben, hè. Oh. Oh kut, we moeten al die dingen weer aanpassen. Dat is pittig behalen. Oké, wat. Zo, en dan... En dan zo, en dan dat gaat niet los. Zo leem dat ze niet kunnen maken dat ze het gewoon allemaal alleen... Allemaal al in één keer goed hebben. Zo link. Zo, alright, here we go. Poging 2. Weet je, why not? Here we go. Kom op, bijna. Yes. Okay, dit klinkt gewoon nog veel beter. Oké, vooraf even zo slecht dan dit. Zo blij dat de instellingen nou veel beter staan. Level 17, dan moeten we eigenlijk als het ware gewoon aankunnen. Maar ja,
Ik weet hoe het is met die Scyther. Die kan zulke kut aanvallen. Die Scyther moet ons eerst neerhalen. Eigenlijk moet hem een slapen krijgen. Maar ik weet niet hoe dat werkt. Oké, dan heeft hij een bestje. Ja, dan krijgt hij een bestje, toch? Ja. Dan doen we hem nog een keer en doen we volle beurt Quick Attack. Zodat we hem gewoon hebben. Hopelijk. Oeh, Scyther doet Quick Attack. Maar hopelijk overleef ik dat. Ja, nog net. Volgende beurt doen we Quick Attack. Het is super effective. Ja, is hij burnt? Gaat hij nou dood? Oh, fuck. Quick Attack. Nee! Fuck. Maar fijn, hij is wel burnt. Wat echt super handig is. Oh, ik heb gewoon nog potions. Chill. Ik denk voordat Zuko dood is. Zuko moet namelijk de held zijn van deze gym. En dan moet ik waarschijnlijk vanavond of zo weer gaan livestreamen. Voor die shit. En voor jullie is het niet vanavond. Want dit is allemaal van tevoren opgenomen. Puur omdat ik van kaas hou. Nee, het is gewoon heeft te maken met. Waarom klik op run? Oké, zal wel. Focus energy, oké, dan ben je zo meteen dood. Ik ben zo meteen dood, fuck. Hop. Get hurt by burn. Quick attack. Nee! Fuck! Ik ga dood, of niet? Nee, ik leef nog. Yes! Hij is neer, man. Hij is neer. Yes. Yes, the sight of the bitch. Wow, super flux B. Metapod. Switch Pokémon. Ooghoed gaan we daarin gooien. Dat werkt gisteren heel chill. Gewoon in slaap brengen en dan de hele tijd. Wat was het? Tackle of pack of weet ik veel wat het was. Nassus. Weet je, want anders gaat hij harden doen. En dan is het zo moeilijk om dat ding neer te krijgen. Dus doen we gewoon op deze manier. De beste methode die er is, zeg ik. Wow. Wow. Wat is dit voor shizzle? Ja, slaap maar. Yes. En back. Bam, 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 bam. Ja. Oh, kut. Ja, dat doe ik wel gewoon zonder back. Of zonder Genesis. Hij doet toch alleen maar tackle. Dus het is gewoon tackle, back, back. Nee, back, tackle. Dus op deze manier. Wow, critical hit, ik win. Wauw. Right back. En neer. Yes, hij is neer. Deze game weet je nooit. Dadelijk staat er nog één streepje. Oh yeah. Oh yeah. Kakuna. Keep battling. We hebben de gym in de pocket hoor. We hebben de gym in de pocket. Daar komt of back. We hebben de gym gewoon in de pocket, hé. Dit is niks meer. Wauw. Hop. Hoppakee. Kom op, bijna. Wauw, dit is echt fantastisch dat dit nog mogelijk moet zijn, hé. Tjojojoj. Wow, oh, oh. Bijna neer. Poster sting. Oh, nee. Ik vind toch wel. Yay, da 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 da. Finisher. Final move. Hij is dood. Yay. Uproar. I don't know. Get a move, I guess.
laat me echt een uitleg van Uproar. The use attack is in Uproar 2. 5 turns over that time, no one can fall asleep. Nah, hoeft niet. Ja. Zo. Mag ik een applaus? Mag ik een applausje? Ja, nou mag ik hem aanzetten. De tweede badge. Nou heb ik hem hoor. Oh, verkeerd. Pokémon tot level 30, nice hoor. En dat is... Welke aanval... Welke aanval is dit? U-turn, dat dacht ik al. Hi. Chalas. Dan ga je zo, zo, zo. Wacht, even kijken hoor. Als deze omzetten ga ik zo, zo. Zo, zo, zo. Die om ga ik zo, 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 zo. Ja, dat moeten we doen. Als er snel puzzel om weer naar buiten te komen, pure nonsens. Oh, we hadden ook gelijk die eerste taak kunnen doen, hè. Fuck. Nou, zal wel. We gaan het doen, hoor. Yay. Jou heb ik helemaal niet verslagen, want ja, fuck jou. Yo. Zo. Alright, here we go. Professor Elm, die moeten we opnemen hoor. Oh, hi Hentai. This is great news. A Pokemon hatched from that egg. I knew they'd given that egg to you, Hentai. La 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 la. You should come here and show me what. Echt, fuck off. Ik ga niet naar jou toe komen. Ik ga Pokémon's oplaaien. En dan gaan we doorlopen. Dat is wat we gaan doen. Oh, niet zo. Yo, alles goed, ouwe. Als kids achter de rits. Geen idee waarom ik dat zeg, maar het maakt niet uit. Pam, 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 pam. Yay, dankjewel. La la la. Ik moet opzoeken waar ik de experience share krijg. Dat ding is op zich heel handig om te hebben. Nou, lopen we hier doorheen. Heb ik gisteravond al doorheen gelopen. Ik heb het gezien bij Jurgen wat het ongeveer is. Ik heb maar een heel klein beetje gekeken. Want ik wil dat Jurgen's video wel kijken. Maar hij loopt voor en dan... Nee, is niet handig. Oh my god, een wild Pokémon. Die kwam voor mij helemaal niet tegen. Toch? Maar ja, een Parish. Nou, die hoef ik niet. Sorry Parish, maar je bent echt pure... waardeloos. Zo. Wow. Bam, bada, bada, bam. Oh mijn god, het is een Caterpie. Oh mijn god. Oké, die gast daar links wou een Farfetch en die zit daarboven. En dan komt zo'n tekstje van, oh, hij zag je. Pas op. Gekke man. Oh my god. You snuck up and caught it from behind. Before it noticed you. Oh. Wow. Was dat het? Before you step on the bench, blah 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 blah. La la la, dat was dus gisteren wat ik in de livestream of in ieder geval, ik weet niet of het is of in de livestream of het achteraan was, maar in ieder geval, je moet dus die Farfetch'ers vangen en waarschijnlijk krijg je iets voor terug. Ik gok kut als er zo'n boompje van kut naast staat. En dat lijkt mij heel chill. Is boom of zo of niet? Doei doei. Yeah, Hentai heeft een revive gevonden.
Oh my god. Oh, dacht, daar is hij. Ja. Dus. Hier overheen gok ik. Dit is moeilijk hoor. Ik heb ook niet iets in mijn tas zitten van. Hey, blijf weg drankje. We gaan gewoon kijken hoor. In mijn tas heb ik een. Hey, blijf weg drankje. Fastball, loerbal, ik weet niet of ik die had, maar kennelijk heb ik die dus. Niks. Nou, dat is pittig balen. Ik had wel verwacht dat er een hey, blijf weg drankje in zou zitten. Goed, hoe je dit doet is, ik gok hierop staan, dan kijkt hij hierheen. Dan ga je terug naar beneden. Oh my god, het is zelfs een metapod. Wow. Wow. Zo, en dan kijk ik nou weer terug hierheen of niet? Nee, hoppakee. Hoppakee, fuck jou. Ik heb je. Oh, kut. Hoe moet daar dan? Hij zag me. Je moet hem echt recht van achter zien te pakken. Ja, dat kan dus hier niet, hé. Goeie vriend. Kan wel. Op die manier. Ik heb hem hoor. Ik heb hem hoor. Ja, oké, okay, chill pill. Chill, chill, chill. Yeah, bitch. Dit is een heel nuttige aflevering. Ik bedoel, ik heb 2 farfetches gevangen. En ik heb een gymleader verslagen. Nou, fantastisch. Nu komt er iemand aan en wat gaat ermee gebeuren? Oh my god, je bent zo cool. Oh yeah, cool gozer. Ja, ik weet, ik ben cool. Ja! HM01, ik wist het. Dat is kut, hè? Ja. Fucking nice. Oké. Ah, ik draag volgende aflevering iets mee doen. Dus vond je dit nou leuk? Vond je deze video nou leuk? Geef dan vooral een blauw duimpje omhoog. Wil je meer van mij zien? Dat kan door je onder mij te abonneren. En je moet liken, want het is cool. Ik hou van likes. Vind ik leuk. Yes. Reacties. Woe, laat reacties achter met de Pokémon's die je moet vangen. En dan ga ik dat doen. Ik ga sowieso waarschijnlijk een kut Caterpie vangen of zo voor kut. Snap je hem? Kut Caterpie, kut. Oké, okay. Bedankt voor het kijken, abonneren, reageren, liken, dat soort shit. En delen. Delen is het belangrijkste van allemaal. In ieder geval bedankt voor het kijken. Hoop je de volgende keer weer. En zeg van nu. La, ta.